Hallo kijkers, tof ik kijk naar deze goed nieuwe video. Vergeet even allemaal Casio, want er is een nieuw spel genaamd Casinator. Het spel is gemaakt door Egbert. Het is eigenlijk een soort van, ja, een beetje geïnspireerd door Casio. Laat ik het spel eens gaan spelen. Ik heb het al eerder gespeeld. Maar ja, ik had het ook opgenomen toen, maar ik was niet echt zo heel erg tevreden over het opname. Eerst moet je hier wat dingen schieten en dan kan ik weer verder, want de eerste keer toen ik het speelde, ja, wist ik daar nog niet en dan zat ik daar steeds, ging daar door, steeds dood. Oh ja, de babybel. Ah, de babybel. Meestal ga ik dood door de babybel. Net zoals bij kaarsjes hebben ze veel karakters toegevoegd. Ze hebben zelfs gedacht aan die alien. Maar ja, ik heb nog niet genoeg muntjes om ze te unlocken. Dus doe maar als Egbert. En ja, bij kaarsjes ben ik gewoon om zoveel mogelijk kaarsjes te pakken, maar hier moet je juist het tegenovergestelde doen, dan moet je de kaarsjes ontwijken. Oh, ging nog net goed. Ik ben nog niet echt zo heel erg goed in het spel, maar dat is gewoon omdat ik het gewoon moet worden. Je hebt ook een beperkt aantal kogels, maar ja, ik ben nog niet echt op de situatie geweest van waar ik al mijn kogels op heb. Meestal ga ik al dood voor al mijn kogels op zijn. Voor nu hebben we nog maar één wereld, maar heel misschien komt er nog een andere wereld. Wauw! Het is echt pas van vandaag dat ik die video online is gekomen van Egbert, van dat die nieuwe game er is. En misschien als ik bij het editen kom, als ik op tijd klaar ben met het editen, komt mijn video ook nog vandaag online. Oh, nu dubbele puntjes. De achtergrond lijkt ook nog best wel op de achtergrond van Casio. Hier hebben we nog wat skeletten op de grond. Dus ik vraag me af wat is er eigenlijk allemaal gebeurd voor, doordat hier heel veel skeletten zijn. Waarschijnlijk komt het door al de kazen. Ah, nu dubbele. Oh. Ja, nu gaat het wel goed hoor. A few moments later. Ah, rip. Ah, hier is het babybel. In het echt hou ik van babybel, maar in dit spel zijn ze wel vervelend. Ik vraag me eigenlijk af of hier over dit spel ook heel veel YouTubers video's zullen maken. Of zal ik de enigste zijn die een let's play gaan maken. Ook blijkbaar kan je ook met gewoon schieten ook al die muntjes vangen. Dat is leuk om te weten. Ja, deze keer ga ik echt voor een nieuw record. Of toch wel een persoonlijk record. Ah, vergeet het. Maar ja, wat vind ik van deze app? Ik vind het wel heel leuk om te spelen, maar ik moet wel even eerlijk zijn. Ik vind Casio toch nu wel nog... Ik denk dat ik toch wel Casio wel iets leuker vind. Maar ja, dit is ook nog deze... Dit spel is ook nog net nieuw, dus ik moet misschien nog, komen nog wel leukere updates aan. Waardoor het spel misschien nog zelfs leuker wordt dan Casio. Bedankt voor het kijken naar de video. En ja, dit was het dan.